Hoi. Hoi Joni. Iris. We gaan samen koken, volgens mij. Klopt, inderdaad, ja. Oh, mooi. Zullen we naar de keuken gaan? Nee, we gaan eerst nog even langs de moestuin. Oh, even de ingrediënten ophalen. Nou, goed. Zullen we? Ja. Oh, volgens mij zijn we er. Klopt, inderdaad, ja. Hier groeit alles. Ja, hier halen we alles voor in het restaurant. Wauw. Ja. En nu ook, wat gaan we plukken? Nou, we gaan beginnen met bloemetjes. Wauw. En dan halen we nog wat spetskool op. We gaan wat eieren halen. Dus, aan de slag? Aan de slag, inderdaad. Leuk. Kom op bloemetjes. Kan ik die zo eten? Ja, die mag je zo eten. Oh, die zijn echt heel lekker. Lekker fris. Proef je de komkommer? Ja, je proeft echt komkommer. Ja. Is echt heel apart. Nou, dan neem ik nog een beetje citroenmeles mee. Oh, een klein takje is prima. Alleen het beste. Ja. Nou, verser kan niet. Nee, inderdaad. Twee heb ik meer dan voldoende. Twee hele coole. Twee hele coole, ja. Eigenlijk drie, maar dat is een inside joke. Inderdaad. Oh, geroosterde kippen. Dat is wel leuk. Oh, ik vind het echt heel erg leuk. Wauw. Zo, deurt u dicht? Zo. Die wil gewoon niet. Die wil niet, die heeft nee. Het hier zo fijn. Inderdaad, die blijft nog even zitten. Dan nemen we deze ook mee. Nou, volgens mij hebben we alles. Klopt, inderdaad. Ja. Het ziet er goed uit, dus laten we naar het restaurant gaan. Ja, kunnen we gaan koken. Mooi. Ja. Nou, deze hebben we net geoogst. Wat gaan Klopt, we maken? Nee, we gaan een rouleau maken met vulling. En die gaan we samen maken van spetskool. Ja. En de buitenkant maken we van de kuuste buikspek gebruiken we daarvan. Oké, ja, benieuwd. Inderdaad. We hebben dus nu de spetskool schoongemaakt. Yes. Fijn gesneden en nu gaan we die bakken met kerrykruid. Oh ja. Dus deze wat we geplukt hebben. Oh ja, dat is heel lekker. Ja, klopt inderdaad. Dan zetten we het vuur aan. Dan gaan we beginnen. Dus dit wordt de vulling voor de rouleau. Oh ja. Deze kan er gewoon helemaal in? Je mag helemaal in één keer? Ja, okay. Je mag wel doen inderdaad. De rouleau. Wauw. Dan moet die ook daarnaast. Holland. Wat meer? Bovenop. Wat bovenop? Zonnebloempetjes. En dan nog de spitskoolsaus. Nou, hier staat onze prachtige rouleau. Als je hem zelf wil maken, dan staat het recept weer op de blog. Nou, wij gaan lekker proeven, denk ik. Inderdaad, ja.